Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, heb ik een haarproduct uitgeprobeerd. Nou is dit het resultaat. Willen jullie weten wat voor product ik heb gebruikt en hoe ik dat heb gebruikt? Blijf vooral kijken, want dat ga ik nu allemaal laten zien. Om te beginnen ga ik jullie even laten zien hoe mijn haar er nu uitziet. Op een of andere manier denken mensen altijd dat ik zonder moeite, zeg maar als je zelf geen krullen, dus als je bijvoorbeeld stijlhaar hebt, denken ze altijd op een of andere manier dat ik zonder moeite, dat ik opsnel dat mijn haar helemaal top is. Ik moet zeggen, na de tweede en de derde dag zit het wel gewoon goed, doe ik een beetje water sprayen en dan go. Maar ik bezit nu op dag 7. Dus ik moet mijn haar gaan wassen. Kan jullie vertellen dat het niet op zit? Ja, dit is dus de situatie van mijn haar. Nu, hierachter zit te klitten. Ik ga vandaag een product hertesten. Eigenlijk is het meer. Want ik gebruikte dit vroeger echt altijd. Het is alleen zo dat na een tijdje dat de producten gewoon niet meer werken. Ik weet ook niet wat dat is. Dan gebruik je iets wat super goed werkt voor je haar. En dan na een tijdje denk je, dit werkt niet. Weet je wel of dit... Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer een keertje proberen. Ik gebruikte dit echt altijd en het werkte zo goed voor mij. Totdat op een gegeven moment het gewoon niet meer werkte en hij het gewoon niet meer deed. Dat je krul gewoon niet meer werkt. Dus toen ben ik gestopt. Dus echt jaren geleden. Ik denk echt iets van 6, 7 jaar. Dus ik dacht, waarom proberen we het niet weer even? Verder ga ik gewoon mijn conditioner gebruiken die ik altijd gebruik. En mijn styling gel ook. Die laat ik ook wel even zien. Maar het product wat ik echt test vandaag is Seda. Dus ik ben echt heel benieuwd of het nog steeds werkt voor me haar. Of weer werkt voor me haar. Ik ga nu even onder de douche. Ik ga mijn haar wassen. En dan kom ik hier met mijn haar gewassen. En dan laat ik zien hoe ik het product in mijn haar gebruik. En hoe het er uiteindelijk uitziet. Oké, ik ben zo weer terug. Doei! Ik heb net mijn haar gewassen en dat doe ik met... Dit is echt het allerbeste masker ever. Ook toen ik blond haar had en toen mijn haar super droog was, heeft deze mij echt gered. Ik zou dit iedereen aanbevelen. Zoals ik al zei, ik gebruik geen shampoo, maar één keer in de zoveel tijd gebruik ik Dreft. Ik heb dit in mijn vorige curly hair tutorial ook al gezegd. Ik kreeg er hele rare reacties op. Het is alleen zo, omdat ik zulke vette producten gebruik, is het gewoon fijn om af en toe je haar helemaal schoon, dus echt vanaf je hoofd uit, helemaal schoon te maken. En dat doe ik dan met Dreft. En het werkt echt super goed. Ik heb ook super leuke reacties gehad van mensen die het ook hebben geprobeerd. En dat hun haar eindelijk weer helemaal licht en mooi zit. Door de Dreft. Dreft moet je trouwens niet elke week gebruiken of te vaak gebruiken. Gewoon één keer in de zoveel tijd als je merkt van, oh, mijn haar krult niet echt meer. Of het loopt niet echt meer lekker. Of het zit niet meer. Dan kan je Dreft dus gebruiken. Verder, als je uit de douche komt, gebruik nooit een handdoek. Want een handdoek zorgt echt voor pluis. Dus laat het. Het is nu ook echt zeiknat. Je kan wel een handdoek op je schouders gebruiken, maar ik bedoel, doe nooit je haar in een handdoek. Om ook goed bij de achterkant van mijn haar te komen, verdeel ik mijn haar in secties. En dan kan ik er gewoon goed bij. Omdat de achterkant is meestal het meest kroeze gedeelte.
Bedoel je het goed? En dan daarna met deze borstel. Ik doe even de achterkant van mijn haar zelf en de voorkant kan Selina dan even doen. Als ik tijd heb, vind ik dit belangrijk, dan laat ik haar dit ook doen. Zodat zij op een gegeven moment echt ook zelf haar eigen haar kan doen. Want we doen haar haar op dezelfde manier. Ik ga even snel de rest doen en dan kom ik terug en dan kan zij de voorkant doen. Hey, schatje. Oké. Wij gebruiken altijd om... Juist, goed zo. Dat is wel nat genoeg. Zo. Vanaf boven. Zo. Maar zo gaat het met jou maar zo makkelijk. Celine heeft deze twee plukjes van mij gedaan. Ik ga het nu even zelf doen, want anders duurt het wel heel erg lang. Maar dankjewel, Lien. Ik ben helemaal klaar. Zoals je ziet is mijn haar heel nat. Maar zit er wel... glimt het nu al. Tot zover ben ik nog wel tevreden met Zella. Het is alleen zo dat hij mijn haar een klein beetje stroef maakt. Maar dat hoeft niet per se iets slechts te zijn. Want als je haar net wat stroever, dan blijven je krullen ook net wat beter erin. Ik ga nu even een klein beetje, omdat mijn haar zo nat is. En ik moet zo naar buiten. Dus ik ga mijn haar droog feunen. Dan doe ik het wel altijd een beetje droger maken. Nooit met een handdoek. Ik heb hier een t-shirt. Ik kan het met een... wat ouder t-shirt doen of een satijnen doek zou het allerbeste zijn, maar die van mij zit in de was, dus die heb ik nu even niet. Nooit met een handdoek, want dan gaat het heel erg pluizen. Dus heel eventjes mijn haar een beetje droger maken. Zoals je kan zien is mijn haar al ietsjes droger, maar het is nog steeds aan het, het glanst nog steeds. En als je dus met een handdoek doet, dan komt er dus heel veel pluis. Kijk, nu heb ik dus gewoon geen pluis. Ik ga nu met mijn föhn. Ik doe het met de Dyson föhn, dat is echt de allerbeste föhn. Ik heb die voor mijn verjaardag gehad en ik ben er nog steeds zo ontzettend blij mee. Mijn haar is gewoon binnen, 8 tot 10 minuten gewoon helemaal droog. Dus dat is echt bizar voor hoeveel haar ik heb. Dit is nu het resultaat. Zoals ik al zei, heb ik hierboven cruiser aan de bovenkant, zoals je kan zien. En daar gebruik ik dan een gel voor. Gebruik ik nu deze. Verder. Doe ik het ook gewoon een beetje in mijn puntjes. Of op plekjes waarvan ik denk, oh nou,
Daar mag het ook nog wel gebruikt worden. Wat vinden jullie? Hoe vinden jullie Maarzitten? Ik ga het zeker vaker gebruiken en ik ben benieuwd hoe het dan zou worden. Mijn haar voelt toch wel luchtig aan. Ik ben wel tevreden. De prijs is ook helemaal niet zo duur. Volgens mij is die 9 euro of zo en dat valt super mee. Want deze betaal ik altijd 20 euro voor. Dus de prijs is ook top. Ik zou zeggen, als je een beetje mijn haar... Ik denk als je wat minder kroes in je haar hebt, dat je het niet moet proberen. Omdat het dan misschien net iets te vettig is voor je haar. Maar heb je mijn haarstructuur of nog een kleinere krul, dan zou ik het je wel aanraden. Ik ga hem in ieder geval ook bij Celina proberen. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal, Zomaar Celina. En vergeet dan ook niet op mij te... kanaal te abonneren, Celina's World. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden.